Goedemiddag met Jochem van Farmbiz. Leuk dat jullie hier bij zijn. Ik weet dat kort van tevoren aangekondigd. Ik weet niet of ik op dit moment te horen en te zien ben. Dus graag even een check. Geef even een opmerking 1 in de chat als je mij goed kan horen. En ik denk dat je mij ook wel kan zien. Dan graag een 2. Dus als je een 1 en een 2 plaatst, dan weet ik dat jullie me goed kunnen horen en zien. Misschien ben je dit moment wel aan het lunchen of brood aan het smeren of wat dan ook. Maar anders kun je aan een later moment weer terugzien op deze pagina. Wat is het geval? Er zijn heel veel boeren, boerinnen die hun bedrijf openstellen. Nou is het mijn missie om duizenden mensen een boerderij te laten beleven. Omdat heel veel mensen niet meer weten wat er op hun boerderij gebeurt of waar het eten vandaan komt. En een van die manieren voor boeren en boerinnen is om een vergaderlocatie te hebben of een evenemententerrein. Of evenementenlocatie. Voor bedrijfsuitjes, teamuitjes, excursies en dergelijke. En als je dat dus hebt of iemand kent die een vergaderlocatie of evenementenlocatie heeft, dan zou ik uit willen nodigen om donderdag 30 januari, dus over 2 weken, mee te gaan naar Ahoy in Rotterdam. Daar is namelijk de beurs Event Summit. En dat is de grootste jaarlijkse beurs voor evenementorganiseerders, locaties, audiovisueel. Dus wil je weten hoe andere locaties daar zich presenteren? Of je eventmanagers ontmoeten die ook op jouw boerderij kunnen komen voor een evenement. Of een workshop organiseren of een coach die een sessie heeft. Je kunt er ook allerlei ideeën op om activiteiten te organiseren of entertainment in te huren. Qua geluid, DJ, entertainers, acteurs, wat dan ook. Je kan je ook uitkijken naar op die plek. Het is groot opgezet. Het is wel een heel bijzonder beurs dat daarbij alle standhouders, maar 3 vierkante meter plek hebben. Die krijgen een tafel, een banner achter zich en daarmee kunnen ze zich presenteren. Dus het is niet dat iemand een hele grote stand heeft om op te vallen. Ieder kan zich op dezelfde manier presenteren. Het is 1 dag, van 10:30 tot 5:00 is de beurs open. Daarna is er een netwerkborrel. Maar je kan natuurlijk zelf bepalen wanneer je weer naar huis gaat. Nou, misschien vind je het niet zo leuk om dan alleen naar zo'n beurs toe te gaan. Of vind je misschien wat eng om mensen af te stappen die je niet kent. Daarom organiseer ik deze inspiratie- en netwerktour tijdens de Event Summit. Je kunt je via de Facebook-evenement zeg maar, ook aanmelden. De link zie je hieronder. Of hierboven, even bij. Dan neem ik mee, ik geef vooraf ook even een checklist en doellijstje. Wat handig is om mee te nemen. Even de voorbereiding van die beursbezoek om zoveel mogelijk uit te halen. En zoek dan ook inderdaad minimaal 1 exposant of 1 standhouder met wie je in contact wil komen. Dan stappen we daar samen op af. Een groep van maximaal 10 personen lijkt mij, anders kunnen we elkaar niet meer verstaan of bij elkaar blijven. Ik stel dan voor om een uur, zeg van 11 tot 12, gezamenlijk rond te lopen. En vervolgens kunnen we even netwerken, even wat gaan drinken. En gegevens uitwisselen of dat bijvoorbeeld elkaar later nog weer gaan nabespreken. Wat ieder zijn ervaringen zijn, tips met elkaar te delen. En verder ben ik ook vrij om rond te lopen op die beurs. Wat daar verder allemaal te zien is. Ik ben daar eerder geweest. Ik kom er al jaren eigenlijk. En ik ken er ook diverse mensen. En ik zal je even een blik werpen op die beurs. Even kijken. 1,26 volgens mij eventjes als voorbeeld.
Ja, hier was ik met ZEPNL. Dat is een club van zelfstandige event professionals in Nederland met regio's Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Dus als je wilt, kan je daar ook bij aansluiten. De eerste twee bijeenkomsten zijn gratis. Nou, ik ga deze laten zien. Als je één keer kijkt van die deur. Hotels, ik zeg, presenteer vergaderingen, ideeën, activiteiten. De locaties staan ook vaak bij elkaar in de straat. Zeg maar, je hebt een Utrechtstraat, een Brabantstraat. En daar vind je dus locaties die bij jou in de buurt zitten. En wie weet, kan je daar ook mee samen maken en ideeën mee uitwisselen. Dus ik neem graag mee op die donderdag, de 30 januari. Beursopening kost niets als je van tevoren even aanmeldt. Dat kan ik voor je regelen. En ik vraag alleen een kleine vergoeding voor het organiseren hiervan. En dat je kunt voorstellen aan diverse mensen die voor jou interessant zijn. Dat is een kleine bijdrage van €10 ex-BTW. En dan hoop ik jou te ontmoeten. Als je vragen hebt, stel ze hieronder of stuur even een pb'tje. En je mag ook iemand meenemen. Of we samen afspreken en dan maken we het weer completer. Nou, ik zie jullie graag en wie weet dan tot een volgende keer. Ik zal even kijken. Ah, ik zie dat Monique kijkt. Hoi Monique. Monique heeft hooibergutten, dus zij organiseert eigenlijk slaapevenementen. Dus deze is dan waarschijnlijk niet zo interessant voor jou, maar wel voor degene die dus een vergaderlocatie hebben of een evenementlocatie. Waar excursies gehouden kunnen worden, workshops, vergaderingen, bijeenkomsten, evenementen. Dus laat even hieronder ook weten, als je een vergaderlocatie hebt, wat je naam is in de website hieronder, dan zien we het ook weer van elkaar. Oké, als er vragen zijn, let me know. En als je mee wil, ook uiteraard. Ik wens jullie het beste voor 2020 en heel veel inspiratie en netwerkmogelijkheden toe. Groetjes! Oh, ik zal nog eventjes wachten, want als ik duurde het zo'n 20 seconden voordat jullie dat hoorden. Dus misschien dat er nog een vraag gesteld is of aan het tikken is. En anders kan het ook achteraf dat ik daarop reageer. Dus. Oké, wens ik jullie alvast nog een fijne dag en een heel goed weekend toe. Tot ziens!